a beauty! Wat een fantastische goal! Het is gebeurd! Oh, het is gebeurd! Het mirakel is geschied! Ongelooflijk! Prachtige aanval, prachtige voorzet. En de handen gaan toch op elkaar voor een spektakelstuk, Gert. Goedendag iedereen, welkom bij de laatste aflevering van de Champions Club van 2021. Want we gaan vooruitblikken op de zesde en laatste speeldag van de UEFA Champions League groepsfase. En we, dat zijn vandaag ikzelf, maar vooral Michael van Varenberg en Wim de Koning, respectievelijk commentator en co-commentator / analist bij PixPlus Sports. Dag mannen. Hallo Nicola. Dag Nicola. Traditionele openingsvraag, hoe ziet de Champions League week eruit voor jullie? Doe maar, Michael. Ik doe dinsdag Porto Atletico en... Ik doe ook woensdag een Spaans team, zij het een Catalaans team. Ja. Barcelona bezoek bij belangrijke nuance. Ja. Straks gaan we daar verder op inpikken, want belangrijke wedstrijden voor die twee ploegen, Wim. Jij? Morgen de Multilife en die begint al om 6:15, omdat Club in PSG dus vroeg speelt. Ja. Leuke dus uitzending van 5 uur. Leuke, lange uitzending van 5 uur. Hopelijk met veel doelpunten en veel spektakel. En dan de dag nadien, samen met Wilfried Mostings, ga ik naar Wolfsburg-Lille. Dat wordt ook een lange dag, want je gaat met de trein. Ik ga met de trein en blijkbaar is het 6 op die trein zitten. Als er onderweg niks gebeurt. Ja. Ook, ja, dan, dus rustig ontspannen. Ja, zeker. Maar nog nooit geweest in Wolfsburg. Dus, ja. Het is, wel is ook niet zoveel te beleven. Maar Volkswagen-industrie staat. Hopelijk toch willen we wel eens zien, ja. Maar jullie gaan dus niet samen op stap dit keer? Nee. Geen idee waarom ze ons gescheiden hebben. Ons huwelijk is gebroken. Ja. Wij zagen echt zo wel uit naar de zon, zo Porto Atletico of zoiets. Of Villarreal Atalanta was ook wel iets geweest, hè Michael? Want wij zijn toch wel in de ban een beetje van Atalanta. Die toch op een kousenvoeten aan het meedoen zijn in staan Italië. Nu, ja. En ze het komen met de nummer 5 is ook al 7 punten. Ja, Juventus is 5. En, met de top niet zo erg. Nee. Twee weken geleden was het doel ook dat jullie naar Chelsea-Juventus gingen gaan. Michael, dat is ook misgelopen. Ik zat al in Londen. Dus ik was eigenlijk al dichter bij Stamford Bridge dan een weekje later. Maar ik was dan teruggekeerd uit Londen, want het was gewoon een privéreisje. En ik ben een brave burger. Ik liet me dan ook testen. Ik had geen symptomen, maar ik testte positief. Zei het zwak positief, huisarts gebeld. Ja. En die zei, à la Ineas van der Bremt van Club Brugge, ik zou toch nog eens een test doen. Maar ondertussen had ik al wel naar mijn werkgever gebeld en gezegd, Londen kan niet doorgaan, want ik zou in isolatie moeten. Maar een dagje later bleek dan wel dat het een vals positief was. Maar toch al mooie momenten meegemaakt in Manchester, samen. In Bergamo. Ja, zeker. De kennismaking dit seizoen was positief. Hè? Smaak naar meer. Ja, zeker. Voilà. Alright, ik kan dat beamen. We gaan er eens invliegen voor vandaag. We gaan om te beginnen eens kijken welke ploegen er al geplaatst zijn voor de achtste finales. Dat zijn er 11 om precies te zijn. In groep A City, groepswinnaar PSG, zeker tweede. In groep B Liverpool, 15-15 al zeker groepswinnaar. Ajax heeft ook het maximum van de punten. Sporting gaat ook door Dortmund uitgeschakeld. In groep D Real Madrid en Inter al zeker van kwalificatie. In groep E Bayern, het maximum van de punten. Groep F Man United al geplaatst. En in groep G nog niemand, daar gaan we zo meteen wel over praten. In groep H zijn Chelsea en Juventus al zeker van kwalificatie. We pakken er dan ook meteen het programma van de laatste speeldag bij. Wedstrijd dag 6 met inderdaad dus morgen de vroege aftrap PSG tegen Club Brugge en Leipzig tegen Man City op hetzelfde moment. We kijken vooral uit op dinsdag naar Porto tegen Atletico, rechtstreeks duel om kwalificatie. En dan gaan we door naar de woensdag, dat is nog net iets interessanter. Want daar hebben we nog in verschillende groepen belangen die op het spel staan. Bayern tegen Barcelona op woensdag. En ook afhankelijk van wat er gebeurt in Benfica natuurlijk. Of Barça nog kan doorgaan. Atalanta tegen Villarreal. Inderdaad ook een rechtstreeks duel voor kwalificatie. En in groep G zijn er dus nog 2 plaatsjes te verdienen. Daar hebben we nog Wolfsburg tegen Lille. En hebben we Salzburg tegen Sevilla. Het kan daar nog alle kanten uit. En in groep A zijn, zoals net gezegd, PSG en Man City al geplaatst voor de volgende ronde. Maar de wedstrijd van Club Brugge die is natuurlijk ook nog interessant. Blauw-zwart. Ja, want er staat nog Europa League voetbal op het spel voor Club Brugge. Kunnen ze beter doen dan Leipzig en zich plaatsen voor
ja, Europees voetbal na nieuwjaar. De Champions League, daar gaan ze de achtste finales niet in halen, dat is duidelijk. Ze staan vierde in de groep nu na de pandoering die ze kregen van Leipzig. Ze moeten dus beter doen, Michael en Wim, dan Leipzig. Zij, Club Brugge, spelen in Parijs, Leipzig thuis tegen Man City. Geloven jullie nog in dat scenario, dat het kan, dat ze na nieuwjaar nog Europees spelen? Ja, we hopen het. Hè. Het zou leuk zijn. Maar het is al heel lang geleden moeilijk geweest voor Club Brugge om door te stoten in de Champions League. Dat is al een eeuwigheid geleden. Maar het zou, meer dan een troostprijs zijn om nog in Europa League verder te kunnen. Ja, zeker na de moeizame periode waarin ze nu verkeren. En ja, we waren lichtjes euforisch na de 4-6. En zeker, ja, PSG thuis, Messi voor het eerst aan banden gelegd en zelfs uitstekend gespeeld. Mm-hmm. In Leipzig gaan winnen. Geweldige overwinning. Maar dan is natuurlijk de... hoe zou ik het zeggen? Ja, zijn ze weer met de voetjes op de grond gekomen. En ferm, hè, want heel drie veel keer tegendoelpunten. 4, 5 en 5 tegendoelpunten. Ja, dat is enorm veel. Terwijl ze wel nog op een manier gaan voetballen zijn zoals in die eerste twee wedstrijden. Een beetje afgestraft, vooral door City. En dat ze dan thuis 0-5 verloren van Leipzig was heel erg zwaar. Zeker als je ziet wat Leipzig nu ook nog altijd in Duitsland doet. Ja, ze zijn echt wel op de sokkel. Confronterend geweest. Zeer confronterend. Voor de supporters die echt dachten van, we zijn op de Ajax-trein vertrokken eigenlijk. Ja. Maar dan is de realiteit bitter hard. En vooral Nicolas, gelijkspelletje tegen Leipzig was genoeg om derde te zijn. Ja. En Leipzig, dat op de speeldag daarvoor ook al in de slotminuut een penalty nodig had om nog gelijk te maken en in aanmerking te komen voor nog die kwalificaties. Michael, club heeft wel veerkracht getoond. Hè? In Genk, competitie, in de beker gewonnen, nu tegen Serrain, Maar goed, ze trekken toch met een ander gevoel naar Parijs dan net na die wedstrijd tegen Leipzig. Ik denk het wel, maar we mogen ons ook niet blind staren op die verdediging die wel makkelijk doelpunten incasseert. En ja, in Parijs heb je natuurlijk 20 wel tegendoelpunten in de laatste 7 matchen heeft Club Brugge geslikt. Ja. Dat is veel te veel. En zij waren toch, en vooral Mignolet, de koning van de clean sheets. Leek bijna onklopbaar op een gegeven moment vorige seizoen. En nu vliegt alles binnen wat in zijn buurt komt. Hè. Alhoewel dat hij de laatste tijd, en tegen Leipzig bijvoorbeeld, bij die 5 tegendoelpunten, kon hem weinig verweten worden. Maar het is vooral, ze vallen uit elkaar op een gegeven moment. Hè. Ze verdedigen niet met hun 11. Van Aken heeft daarover gezegd, 1 diepe bal en ze staan voor de goal tegenwoordig. Ja, een beetje een boutade, maar... Ja, maar die diepe bal komt ook wel te makkelijk. Je moet wel druk zetten op de mensen die die diepe bal geeft. En dat gebeurt te weinig. En inderdaad, alles wat over de verdediging komt gaat binnen en dan wil Mignolet het wel eens recht zetten, maar dan wordt hij afgestraft, zoals tegen Standaard bijvoorbeeld, en dan gaat hij ook twijfelen en dan wordt er naar elkaar gekeken. Zolang ze winnen, zoals nu de laatste 3 wedstrijden gebeurt, is dat niet erg, maar zoals Michael zegt in PSG, het is niet tegen Janneke en Mieke. Nee, maar het gaat ook niet zo goed met PSG. Het is te zeggen, ze zijn herfstkampioen, ze staan meer dan 10 punten voor op de eerste achtervolger, maar ze hebben nu 2 keer gelijk gespeeld, tegen Nice en tegen Lens. En ik zag een titel achteraf en daar stond te lezen, PSG confirme les doutes, bevestigt de twijfels. Het is nog altijd niet goed. Artikel uit L'Équipe vanmorgen, ik parafraseer. Geen connectie tussen de spelers, tactisch geen enkele samenhang, niet in staat om collectief te antwoorden op de duelkracht van Lens. Dus club mag er toch in geloven, of niet? Ja, maar het blijft wel PSG. Het blijft wel een topteam met gigantische bedragen die op die spelers hun koppen plakken natuurlijk. Hè. Dat is ook niks voor niks. Dat is geen garantie natuurlijk, want 2 jaar geleden, Wim, Club Brugge op PSG, had eigenlijk ook een punt kunnen pakken. Hè. Was daar, penalty waren daar niet Baye Diagne geweest? Ja, zeker. Met welke mindset gaat PSG aan die aftrap komen? Ze kunnen geen groepswinnaar meer worden. Ze zijn al gekwalificeerd. Dat L'Équipe nu nog eens op diezelfde nagel klopt, van dat het nog altijd niet in elkaar past en dat er dringend iets moet verbeteren. Wij zeggen altijd wel, in Frankrijk hebben ze geen tegenstand. Vandaar niet altijd super gemotiveerd. Mbappé dit weekend op de bank bijvoorbeeld, wat laten rusten. Maar als ze super gemotiveerd zijn door wat er nu in L'Équipe verschijnt, en dat zijn ze meestal wel, dan zou dat wel eens falikant kunnen zijn voor club. Ik lees dan ook van Hans van Aken dat hij zegt, we gaan daar echt wel niet met de 11 in ons baklijn kruipen. We gaan aanvallen. Maar tegen City, weten we, is dat falikant afgelopen.
Oké, PSG wil ik niet vergelijken met City. Dat is veel minder een machine. Het is nog helemaal geen geoliede machine. Mm-hmm. Dus wat dat betreft kunnen ze hopen dat, de soort malaise waarin ze in Frankrijk vinden dat PSG verkeert, dat dan nog altijd een tijdje blijft duren. Ze gaan ook roteren, Michael. Ik lees Navas, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi, Danilo, Verratti en Paredes. Waarschijnlijk gaan die allemaal niet spelen. Dus het wordt toch een soort B-team. Hebben die een B-team? Well, ja. Ja. Er zijn een paar namen die we minder goed Messi kennen. Messi en Mbappé gaan wel spelen. Ja, Neymar is er niet bij. Neymar is geblesseerd. Ja. Ja. En Di Maria, dus er is ook nog wel wat scoren. Ja, Icardi. Want ze speelden met de drie Argentijnen voorin dit weekend. Met Icardi, Di Maria en Messi hebben ze gespeeld. Onuitgegeven voorhoede. Maar ook niet, of die hebben ook geen gensters geslagen natuurlijk. Alright, dus ik vat samen... Jullie geloven er niet echt in, hè? Ja, maar als je het nu zo zegt dat het inderdaad klopt dat al die jongens rust krijgen, wil het toch wel zeggen van wij vinden deze wedstrijd niet zo belangrijk. Hè, dat is wat de verwachte ploeg volgens Likie. Dus dan zijn er kansen voor club. Ja. Alleen vraag je je dan af, wat gaat City doen in Leipzig? Gaan die op dezelfde manier denken en zeggen van het is al zwaar genoeg geweest? En gaat Guardiola zeggen, hebben die een B-ploeg, zal Michael dan zeggen, City? Ik heb het gevoel dat bij City dat minder een rol gaat spelen als ze daar wisselen dan bij PSG. Veel meer automatisme, dat klopt. En ook honger die er is ingeslepen door Guardiola, hè. Zelfs in die mendalletjes gaat hij wel willen dat iedereen 200% zich geeft. Dus, Ze staan weer aan de leiding in de Premier League. Ze hebben Watford geklopt. Overtuigende prestatie daar. Maar Leipzig, trainer is weg. Marsch, ontslagen. Het is te zeggen in onderling overleg uit elkaar gegaan. Ontslagen, dus er zal misschien ook wel honger zijn bij Rasenballsport Leipzig. Wat? Hij was er niet bij in club. Toen was hij al thuis met COVID-ziekte. En daar hebben ze al zeer veel honger laten zien. Hè. Zonder March. Hij zal wel gedacht hebben van... vullen ze perfect in wat ik eigenlijk altijd vraag. Met Bayer Lortzer, die dan aan het hoofd stond en nu gaat overnemen. Die zal nu tijdelijk coach zijn tot er een vervanger wordt aangesteld. March is eigenlijk een beetje het slachtoffer van het geweldige werk van Nagelsmann. Hè, wat er in Leipzig gebeurd is vorige seizoenen. Die ploeg leek wel uitgeknepen door Nagelsmann. En ze hebben iemand gezet met hetzelfde profiel, ook uit die Red Bull-school. Mm-hmm. Maar dat die dan nog eens hetzelfde ging vragen van Nagelsmann, dat kan deze ploeg niet altijd meer opbrengen. Een aantal keer wel, zoals in club. De eerste helft hebben ze het geweldig gedaan. Maar blijkbaar lukt dat in Duitsland minder en minder. En ze zijn weggezakt naar de elfde plaats. Dus 18... Als je ze in club zag spelen, is dat toch ongelooflijk? Dat is onwaarschijnlijk. Ja, 18 op 42 en al 6 keer verloren dit seizoen in de competitie. Goed, we gaan het zien wat het wordt, zowel in Parijs als in Duitsland. We volgen het op de voet, dat is dus de vroege kick-off. Maar tot daar groep A en Club Brugge. Tijd om de focus te verleggen naar een andere wedstrijd. Affiche van de week. En we hebben gekozen voor Bayern München tegen Barcelona. Dat is een wedstrijd, Michael, die jij gaat van commentaar voorzien. Mm-hmm. Zeer interessant, want Barcelona staat nu nog tweede in de groep. Maar tegelijkertijd staan ze op de rand van de uitschakeling. Ja en nee, vind ik. Want ik denk wel dat tegen een Bayern in een leeg stadion je toch kans maakt, Barcelona zijnde. Ze zijn een beetje wisselvallig al heel het seizoen onder Koeman, nu ook onder Xavi, voor de eerste keer ook verloren tegen Betis, tegen een goed voetballend Betis, dat wel. Maar wel 0-1 thuis verliezen tegen een team met toch mindere spelers qua kwaliteit. Xavi zei daarover dat het onverdiend was, klopt dat? Nee. Ik heb een hart voor Betis ook wel een beetje, maar als je gewoon nu de samenvatting zou herbekijken, ze hebben heel veel kansen gehad. Ze hebben eigenlijk 2 keer gescoord. Juanmi maakt in de tweede helft de enige goal, maar had ook al eerder gescoord vanuit buitenspel, waar het ook misliep in communicatie achterin bij Barcelona. Xavi probeert, denk ik wel, iets meer scherpte te vragen van zijn verdediging. Maar vooral in die eerste match was het ook te zien in de hele ploeg, vond ik. Scherpte, veel pressing. Ja. Is dat nog altijd het geval na, 4 wedstrijden? Je ziet ook wel meer patronen dan onder Koeman. Er wordt nog geen tiki-taka gespeeld, zeker niet. Maar je hebt wel meer het gevoel dat iedereen ongeveer wel weet wat het idee is van de coach. Maar er zijn ook nog altijd mismatches. Vooral dan, vind ik, Memphis Depay. Xavi heeft er ook over gezegd... Die song zal het graag horen. Ja, maar Xavi heeft er nu ook over gezegd... Hij moet simpeler spelen. Hij moet het niet zo ingewikkeld maken. Ja, maar dat kan hij niet.
Het is een speler die leeft van het, ja, van het zeer creatieve en van het overdrevene. Zelf de actie maken. Ja, en tot in de treuren toe. Hè. Het is iemand die heel erg moeilijk simpel kan voetballen. Als hij dat erin kan krijgen bij de paai, dan gaat hij al een geweldige stap gedaan hebben natuurlijk. Maar ik denk niet dat dat lukt. En dat je zegt dat ze ook in een leeg stadion tegen Bayern kans hebben. Ja, daar schrik ik eigenlijk een beetje van, want Bayern... Ook onder Nagelsmann, ja, dat is toch, dat blijft hongerig. Ondanks het feit, ja, wat hebben ze nu? 15 op 15, die willen ook 18 op 18. Ja, wel, laten we de situatie in de groep misschien even verduidelijken. Bayern inderdaad 15 op 15. Barça 7 punten op 15. Benfica 5 op 18. Maar Benfica is natuurlijk in het voordeel in de onderlinge duels. 4 punten gehaald daar. Dus, Michael, een punt pakken voor Barça, dat is waarschijnlijk niet eens genoeg. Nee, hè, dan Benfica, moet je al hopen dat Dynamo Kiev... Benfica speelt thuis tegen Kiev. Ja. Nee, maar ik denk, ja, Bayern München, juist de klassieker gespeeld, daar ook wel wat zwakke plekken vertoond, vond ik eerlijk gezegd. Ja, zeker. Dus ik schat de kansen van Barça toch hoog in, ook omdat, ja, het is een gek gegeven, hè. We hebben dat nu wel meegemaakt met corona, heel vaak, het voorbije jaar, lege stadions. Maar het kan een wedstrijd toch op zijn kop zetten. Ja, dus... zeker. Laat ons hopen, hè, want Bayern... laat onder Nagelsmann af en toe inderdaad wel zwakheden zien. Hè? Af en toe wel. Hè? Dat je denkt van, vooral defensief. Achterin, ja. Vooral defensief is het een stuk minder. Maar als ze hongerig zijn, ja, dan, wat was het? 5-2 tegen Benfica. 0-3 in Bayern. In Barcelona. Ja, ga er maar aan staan. Hè? Als je in een moeilijke periode zit, zoals Barcelona. Ja, en Barcelona heeft dan ook nog eens het probleem dat hun uitblinker van de voorbije weken, ook nog eens geblesseerd is uitgevallen. Gavi, hij is 17. Ja. Maar ze hebben ook nog eens andere tieners die niet inzetbaar zijn. Met Pedri en Ansu Fati gaat het ook niet halen. Nee. Dus de kopzorgen zijn er wel. Maar ik heb toch het gevoel dat het gaan flikken. Het zou kunnen. Michael moet... Benfica, dat verloor ook dit weekend. 1-3 tegen Sporting in de derby. En hebben 95e minuut pas die ene goal gemaakt. Dus stonden 0-3 achter tegen een Sporting dat aan een geweldig seizoen bezig is. Aan een geweldige opmars, ook in de Champions League. Met Ruben Amorim, trainer van 6 of 37 jaar. Ja, die doen het geweldig. Onderschat de ploeg, hoor. Maar Benfica wel verloren, dus ja. Moet Michael, moet Barça niet eerder mikken op Europa League voetbal en daar misschien iets proberen bereiken? Want ook in de competitie staan ze ver en Champions League voetbal bereiken, top 4 eindigen dit seizoen, gaat ook al een uitdaging worden. Misschien moeten ze maar de Europa League proberen winnen. Ja, maar als je naar de financiële cijfers kijkt, is dat een gigantisch verschil natuurlijk. Hè? De vetpotten van de Champions League en de nog altijd redelijk dikke potten van de Europa League. Maar, gaan ze die top 4 nog halen in Spanje dan, denk je? Het is nog lang. Het is nog heel lang. Ze hebben ook nog een inhaalmatch te goed. Weliswaar tegen Sevilla, dat is ook geen evidentie. Ik had ze voorafgaand aan het seizoen op een vijfde plek gezet. Maar dat was ook nog wel in de veronderstelling dat Koeman langer ging blijven. Want je zei het er net al, er is meer scherpte in de defensie. Je ziet dat ook. Ze hebben niet meer de bal constant. Ze willen niet balbezit om balbezit te hebben. Ze hadden, denk ik, tegen Betis ook maar 55% balbezit in eigen stadion, in Camp Nou. Er is een soort realiteitsbesef toch, dat voetbal tegenwoordig niet alleen... ja, de bal bijhouden is, maar ook gewoon meer verticaliteit voor de dag. Maar jij gelooft dus in de kansen, we gaan het onthouden. Maar, Nicola, zomaar even de Europa League winnen. Barça zijn is ook niet evident, want er gaan er nog wel wat ploegen. Zeker, Dortmund zit er al in. Villarreal of Atalanta ga je daar ook tegenkomen. Atletico misschien. Betis die ze net hebben geklopt. Ja, dus daar ook. Dus Europa League winnen lijkt mij ook voor Barça een onmogelijke zaak dit seizoen. Maar goed, tot daar Barcelona, want Barça is zeker niet de enige Spaanse club die nog veel werk heeft. Gekadreerd. Nou, we gaan focussen op de situatie van de Spaanse ploegen in de Champions League. Dat is perfect natuurlijk met Michael van Varenberg, La Liga-kenner hier in de studio. Want hoeveel Spaanse teams gaan de achtste finales halen? Dat is de vraag. Real Madrid is als enige Spaanse ploeg al geplaatst. Zij spelen nog tegen Inter voor de groepswinst. Daar kunnen we misschien mee starten, kort over die wedstrijd. Dat is alleen de eer die op het spel staat, hè, voor Real Madrid. Want Inter, ook wel goed bezig. Wat verwacht je daarvan? Ik hoop dat Ancelotti de spelers van het tweede allooi een kans... Eden Hazard. Dus. Ja, daar verwijs ik naar inderdaad. Het is eigenlijk echt zeer erg om dat zo te omschrijven. Maar hij wil misschien wel heel graag groepswinnaar worden. Hè? En dan moet hij gelijk spelen minstens van Inter. Mag je niet verliezen. Hè? Ja. En Inter dus heeft 0-3 gewonnen op Roma. Of wat was het? 0-3 bij de rust in elk geval? Nee, 0-3 is geworden. Het is zo gebleven. Ja. Dus het kan wel een leuke match worden nog.
Ja, wij hebben samen de E-match gedaan. Kan dat? Of was het met Frankie? Nee, we hebben het samen gedaan. En dat was geen doelpuntrijke wedstrijd. Maar wel een mooie wedstrijd. Met een Inter die zeer sterk gestart was. En een heel goede Courtois. Hè? Ja. Heel goede Courtois, maar dat is eigenlijk al heel het seizoen het geval. Hij noemt dat de wedstrijd waarin hij het beste heeft gepresteerd zelf, vindt hij dat, van dit seizoen. Ja, maar ik weet dat Thibaut Courtois verder kijkt dan reddingen alleen. Ik denk dat hij ook over het positiespel dan heeft, zijn voetenwerk, voorzitten inschatten en zo. En dat zal ook wel meespelen in zijn hoofd. Ja, maar het geweldige redding in Michael, die wedstrijd. En dan uiteindelijk scoorde Real nog via de invallers. De invallers, ook weer Hazard niet. Die had 45 minuten opgewarmd. Nu blijft hij 45 minuten op de bank, de tweede helft. Dus moet hij al niet meer opwarmen. Maar Inter stond op een gegeven moment 7, 8 punten achter... Napoli en Milan. Ja. Maar en ze hebben de kloof gedicht. Ja, staan op 2 puntjes van de eerste. Op 1 puntje van AC Milan staan. Is er al nieuws over Karim Benzema die uitgevallen is van het weekend, Michael? Ik heb hem zien uitvallen en ik dacht dit is zeer, zeer slecht nieuws. Ook voor de titelaspiraties van Real Madrid. Ze staan 7 punten los, zeker. Na een goede prestatie, ondanks het wegvallen van Benzema tegen Real Sociedad. Ik hoop dat hij snel terugkeert. Want voor hen is dat wel belangrijk, alhoewel dat Jovic nu een goal en een assist heeft gegeven. Ja, het was de Jovic van in zijn eerste periode bij Frankfurt die we te zien kregen. Dus de assist, iedereen spreekt over Vinicius. En Vinicius is inderdaad de man van het moment. Alles wat hij aanraakt, hij heeft de Midas touch veranderd in goud. Maar het terugleggen van Jovic was fantastisch. Prachtig, ja. Maar Atletico, daar moeten we het over hebben. Want Porto-Atletico, dat is een heel erg belangrijke wedstrijd. Michael, daar ga je ook commentaar op geven. Mm-hmm. Dat is dinsdag. En Atletico moet winnen, hè? Zo simpel is het. En gaat dat lukken? Ik heb bitter weinig vertrouwen in Atletico. Als je ook ziet hoe ze een voorsprong weer te grabbel hebben gegooid tegen Mallorca. En Mallorca is zeker geen slecht team, maar het blijft wel maar Mallorca. En het zijn altijd van die pijnlijke tegentreffers. Nu ook weer Kubo, die dan ook nog eens eigendom is van Real Madrid. Dus dat maakt het extra pijnlijk, die in het absolute slot toch nog weet te scoren. En ze hebben dan ook nog eens personeelsproblemen in de zone... Ja, waar het al moeilijk liep, maar waar je toch hoopt dat een Savic inzetbaar is. Dat is niet het geval. Felipe is geschorst. Jiménez is er ook al niet bij. Dus het wordt puzzelen voor Simeone. En zijn gelaatsuitdrukkingen zijn niet meer van ik ben de stoere krijger en ik overwin hier alles. Ik zag hem op de bank. Tegenwoordig heeft hij tranen in de ogen. Hij weet het gewoon niet meer. Ik zag hem na de wedstrijd, of op het einde van de match in Cadiz. Ja, dat was onherkenbaar, Simeone. Vooral omdat in de zone, zoals Michael het noemt, waar ze personeelsproblemen hebben, waar ze voor gekend waren wereldwijd, als de beste ploeg van de wereld. Scoren tegen Atletico was de moeilijkste opdracht in de wereld. Nu stonden ze voor en gaan ze in een thuiswedstrijd het nog weggeven. Dat was vroeger ongezien. Nu gebeurt het wel. Ook natuurlijk na de 1-1 gaan ze wel risico's nemen. En dan blijkt wel dat ze heel erg kwetsbaar zijn. Hè? En Oblak was ook een van de beste keepers van de wereld. Ja. Is ook aan een minder seizoen bezig opeens. Vergelijkbaar met Mignolet, wat misschien de beste keeper in onze competitie was. Ja, en die is ook wisselvalliger. En Oblak, die slikt tegenwoordig heel pijnlijke doel. Hoe verklaren we dit? Is dat dan toch decompressie na het behalen van de titel vorig seizoen? Dat alles wat minder scherp is? Goh ja, hij zoekt ook nog altijd naar de ideale combinatie, ook voorin. Hè. En de jongens, zoals een João Félix, echt op het niveau krijgen. Dus weer een paar matchen schitterend gespeeld van een lagere positie. Nu ook weer, het is erg om te zeggen, maar de beste speler van dit Atletico, heel het seizoen, is Carrasco. Ja. En eigenlijk ook Tom Alemar misschien, die twee. Zeker. Maar die waren er niet bij nu ook. Hè. Ja, je zou eigenlijk willen dat je dat kan zeggen. En Carrasco is een geweldige voetballer. Maar het talent is toch João Félix of Antoine Griezmann. Ja. En je zou eigenlijk die conclusie over die twee spelers moeten kunnen trekken. En dat gebeurt al bij Félix al meerdere seizoenen niet. En Griezmann zoekt nog altijd naar zijn juiste vorm van voor zijn transfer naar Barcelona. De groep, misschien even voor alle duidelijkheid. Liverpool is al zeker van kwalificatie. Maar dan heb je Porto 5 punten, Atletico 4 en Milan 4. Ja. Dus Wim, ook Milan kan zich nog plaatsen. Jazeker. Waarom zouden ze het niet doen? Hè? Thuis tegen Liverpool, niet evident. Maar Liverpool misschien ook wel met een soort B-ploeg. Hè? Zoals City en Bayern misschien gaan doen. Hè? Want ja, de wedstrijden volgen elkaar zo snel op. Al die toppers wel eens, zeker ook bij Liverpool... rust kunnen gebruiken. Dus Origi gaat starten en dan is hij minder gevaarlijk. Hè? Ja, voilà. Ja, winning goal gemaakt. Ja, zeker. Michael, we hoeven niet echt in Atletico. Wim, wat denk jij dat het wordt daar in Portugal? Goh,
Porto nooit onderschatten. Hè. Zo kennen we Conceição wel. Met het mes tussen de tanden. Echt een knokkersploeg. Het zal een harde wedstrijd worden, dat zeker. Weinig goals waarschijnlijk. Ja, het zal ook interessant zijn om naar de technische zone te kijken. Hè. Conceição naast Simeone. Ja. Dat is een worstelwedstrijd op zich, denk ik. Ja, terwijl ze als speler wel lastiger waren dan als coach. Ze hebben toch die knop omgedraaid. Heeft Conceição zeker. Dat was ook wel nodig. Af en toe is een uitschieter, maar het valt wel mee. Ja, het valt wel mee. Maar goed, met een gelijkspelletje heeft Porto ook niet genoeg in die Milan. Afhankelijk van wat Milan doet. Dus het zal kijken zijn naar twee terreinen en dan snel nog beslissen op het einde wat er moet gebeuren. Maar ik zie Milan tegen Liverpool wel winnen, eerlijk gezegd. Dat zou ook pijnlijk zijn voor Milan, want die hebben zo lang moeten wachten om weer Champions League voetbal te spelen, om er dan bij de eerste keer terug in de groepsfase er al uit te gaan. Ja, ze hebben een paar keer punten laten liggen wanneer ze meer hadden kunnen rapen natuurlijk. Ja. Goed, dan komen we bij de laatste twee Spaanse ploegen. Die kunnen we samen behandelen, want die hebben afgelopen weekend gewoon tegen elkaar gespeeld, ook in La Liga. Sevilla tegen Villarreal was 1-0voor de Andalusiërs. Maar laten we toch beginnen met Villarreal in de groep met Atalanta. Ze moeten naar Bergamo. Rechtstreeks duel voor kwalificatie. Villarreal heeft genoeg aan 1 punt. Maar ik zie het eigenlijk niet gebeuren. Het is ook een team dat niet op een punt kan speculeren, want ze spelen altijd hetzelfde. Hè, Wim. Ze beginnen goed, ze zijn de best voetballende ploeg, ze creëren ongelooflijk veel kansen, ze maken er te weinig van die kansen. En dan is het minuut 60, minuut 70, en is het op. En dan geef je de tegenstander is dat dan weer fysiek? Het geloof. En Atalanta is fysiek de beste ploeg in die groep, dus ik denk dat die nu daar de vruchten van kunnen plukken. Ja. Maar dat wordt een mooie wedstrijd, hoe dan ook. Hè? Want Atalanta kan ook niet spelen voor 1 punt. Nee. Dat is ook een ploeg maar die... Maar dat zit ook in het DNA. Ik heb de heenmatch gedaan. Ja. Je voelde gewoon, je weet al op voorhand, dit wordt een geniale wedstrijd. Ja. Dat zijn twee nu trainers die gaan nooit beginnen aan een match, we doen de deur achterin op slot. Dat gaat niet. Nee. En ook met een zeer herkenbaar systeem en met onderschatte spelers bij beide ploegen. Ja. Gerard Moreno is nu terug, ja. Maar die miste wel een dot van een kans tegen Sevilla. Goed, niet dat de kan gebeuren. Maar op zich is dat wel... Ja, hij is de Benzema van Villarreal. Het is een hybride, een middenvelderspits die ook de bal wat laag komt vragen, waardoor er gaten komen voor types à la Danjuma of een Chukwueze om daarin te duiken. Dus, maar Atalanta gewonnen nu ook in Napels. Ik vind ze wel favoriet toch voor die wedstrijd, of niet? Villarreal ook niet onderschatten natuurlijk. Maar het is echt wel een wedstrijd om naar uit te kijken. Ja, ik denk het loopt mank voor Villarreal in de competitie. Ja. Maar ik zei daarnet, je hebt bij beide trainers het gevoel, dit wordt hier een open match. Maar bij beide trainers heb ik ook altijd het gevoel, dit is net niet... Zowel bij Gasperini als bij Emery, when the going gets tough, dan begint er wat zweet te komen en maken ze rare kronkels. Er zijn wissels op Manchester van Emery die totaal op niks sloegen en waar hij eigenlijk gewoon nog zwaar op werd gepakt door Manchester United. En Gasperini, die heeft er ook soms wel problemen mee om de rust te bewaren. Dus. Je hebt gelijk, Nicola. Atalanta is wat mij betreft favoriet. Geweldig stadionnetje. Ja. Met prachtige sfeer, prachtige thuisaanhang. Niet overdreven veel, maar wel heel erg 12e man. En vergeleken met ja, met Dortmund. Band van Dortmund. Ja, daarachteraan. En alles zwart-blauw. Prachtig echt wel. En met een doel van Zapata daar voorin, die ongelooflijk onderschat wordt en die alle verdedigingen heel erg lastig maakt. 90 minuten aan een stuk. Ja. En dan hebben we nog Sevilla, Michael. Sevilla dat dus won tegen Villarreal. Zij moeten naar Salzburg, dat is ook een verraderlijke trip. Hè. En bovendien moeten zij wel winnen. Hè. Want zij is dan pas derde. Salzburg heeft 7 punten, Sevilla 6. Ja, het is een zeer interessante groep geweest. Hè. Iedereen kan daar van iedereen winnen of verliezen. Sevilla, ze zijn... Op kouse voeten toch weer in de competitie hun ding aan het doen, zonder echt spraakmakende tweede dingen. Nu, hè? Ja, ze staan tweede, omdat Real Sociedad dus verloor ook van Real. Maar ook omdat ze hebben zoveel aanvallend geweld, Sevilla, maar toch kan je niet zeggen van dat team, daar ga ik me nu eens lekker voor in de zetel planten, want dit gaat vonken geven. Dan denk ik, je hebt Ocampos, je hebt Papu Gomez, je hebt een goede Rakitic nog altijd vanuit dat middenveld. Ja. Daar zit allemaal muziek in. Je hebt dan nog Lamela ook die je kan brengen. Dus het is een raar team, maar in deze komt er nooit helemaal uit. Hadden we toch meer van hen verwacht. Ja. Goed, de andere wedstrijd in groep G, dat is ook een heel interessante wedstrijd. Want daar komen wellicht het meeste Belgen van allemaal op deze speeldag in actie. Belg van de week.
Ja, vorige keer kozen we voor Sebastian Bornau van Wolfsburg als Belg van de Week. Met hem gebeld toen. En dit keer kiezen we voor Amadou Onana, speler van de tegenstander Wolfsburg tegen Lille. Wim, daar ga jij dus naartoe. Ja. Kennen jullie het verhaal een beetje van Onana? Hoe hij via omwegen in Frankrijk is beland? Nee, ik weet dat hij nu sterkouder is van Jacques Mathijssen ook bij de Belgische Sport. Ja, goed. En dat hij voor relatief veel geld gekocht is door Lille bij... Ja. Maar het is een speciaal verhaal. Ja. Hij is geboren in Senegal. Zijn jeugd beleefd tussen Dakar en Brussel. Op zijn 11e is hij dan naar België gekomen. Dan beginnen voetballen bij Woluwe, bij Anderlecht, dan naar Zultewaregem getrokken. Heeft hij in Senegal dan niet gevoetbald? Wellicht wel, maar dat weet ik niet. Maar ik bedoel, hij is pas op zijn 11e naar hier gekomen. Ja. Verschillende posities gehad als voetballer, jong. Zelfs doelman geweest, blijkbaar. Misschien had zijn lengte daar wel iets mee te maken. Heeft er het postuur al eens in? Maar dan van Zultewaregem naar Hoffenheim gegaan. Weten jullie hoe dat is gelopen? Nee. Zijn zus die heeft filmpjes van hem gemaakt, beelden van hem gemaakt. Hij speelde daar niet al te veel bij Zultewaregem. En heeft hij naar allerlei clubs gestuurd, doorheen Europa. En we gaan het hem zelf laten uitleggen hoe het uiteindelijk gelopen is en wat het resultaat was. C'est fou, mais c'est réel. Voilà, j'ai eu des moments assez difficiles à Zult. Et à un moment donné, elle s'est dit, bon, pour le peu de matchs que tu vas jouer, je vais faire des vidéos et les envoyer un peu partout dans le monde, et résultat final, je me retrouve en test à Hoffenheim, et je me retrouve après à signer là-bas. Donc, c'est incroyable, mais vrai. Donc, merci à elle, je suis vraiment très très reconnaissant. Ja, dat is toch een redelijk straf verhaal. In tijden van uitgebreide scouting, videoanalyse, is het de zus die filmpjes heeft verstuurd. Amadou Onana vertelt het aan onze Franstalige collega Vincenzo Ciuro. En zo is hij bij Hoffenheim beland. En dat hij bij Zultewaregem in de jeugd niet mocht meespelen, dat lijkt toch wel heel erg onwaarschijnlijk. Ik wou net zeggen, ze hadden hem wel goed kunnen gebruiken op dit moment en dit seizoen zelfs. Ja, als je hem bezig ziet, ook bij de U21 van Jacques Mathijssen en ook in Lille. Ja, dat is echt wel iemand met heel veel toekomst, zeer moderne voetballer. Grote actieradius, goede voeten, oogt een beetje lymfatiek. Lymfatiek? Ja, zo wat... Log of... Ja, wat traag, ja. Wat lange passen. Maar onderschat dat niet. Is dat geen juist woord? Dat is een heel mooi woord. Maar ik denk dat dat een goede omschrijving is voor hem. Maar een geweldige leider, dat zie je ook, is kapitein bij Jacques Mathijssen. En iemand die echt wel ten dienste van de ploeg, maar ook heel veel kwaliteiten heeft. Groot, sterk, moderne voetballer. Iemand met een grote toekomst. 1,95 meter, 89 kilo, dus een stevige beer. Hij heeft al 158 minuten meegespeeld in deze Champions League en al 13 wedstrijden in actie gekomen in de Ligue 1. We hebben hem ook gevraagd wat de trainer, dat is Jocelyn Gourvennec, van hem verwacht dit seizoen bij Lille. Une débauche d'énergie extraordinaire. Je pense que c'est mon jeu. Je mets beaucoup d'engagement, beaucoup de rythme, beaucoup de tempo. Et c'est ce qu'il attend de moi vraiment à chaque fois que je monte. Vraiment apporter cette énergie, ce sang-froid à l'équipe, et c'est ce que j'essaie d'appliquer. Je pense que je suis assez à l'aise au milieu de terrain. Je pense que c'est ce qui fait ma force, cette polyvalence. Un peu partout au milieu de terrain, j'ai pas de position bien précise. Donc, je vais essayer d'accumuler un maximum de temps de jeu pour pourquoi pas être pendant les prochaines semaines en tant que titulaire. Ja, als je hem bezig hoort, mannen, dat is een verstandige jongen, hè? Ja, zonder grootspraak, en dat is vaak wel het geval bij kerels van die leeftijd. Dus het is een verademing, denk ik. En hij spreekt ook meteen over... Ik kan verschillende posities, de baas op het middenveld. En dat klinkt dan weer als muziek in de oren van onze bondscoach Roberto Martinez. En vooral, daarmee geeft hij aan, van ook aanvallend. Terwijl wij hem altijd daar in het systeem van Jacques Mathijssen en van de nationale ploeg defensief bezig zien. Ja, ik vind het wel mooi. Zizou op centrum, heb je het gezien? Dat is wel mooi. Valt enorm mee, want tegen Onana hadden wij nog niet gepraat. We hadden hem ook nog niet bezig gehoord in een interview. Maar komt hier heel erg over. We hebben hem nog één vraag gesteld. Hij is inderdaad aanvoerder van de nationale belofte. Denkt hij ook aan het WK in Qatar van volgend jaar? Je pense que cette question, c'est en une semaine, on me l'a posé peut-être 10 fois. Non, je pense que c'est logique. Je suis un jeune homme assez ambitieux. Certains vous diront que c'est fou, mais c'est mon carburant, c'est ce qui me fait travailler au jour le jour. Je me fixe des objectifs et pourquoi pas aller les atteindre. Donc oui, j'ai clairement le Qatar dans un coin de ma tête et je travaille dur pour ça.
Ja, het is zijn brandstof, die ambitie, die doelstellingen die hij zichzelf oplegt. Ik moet zeggen dat het me inderdaad ook zeer bevalt wat hij zegt. Moet hij al zijn kans krijgen in maart, Michael, wanneer die mannen met 50 caps en meer... Ik denk dat bondscoach Martinez daar meerdere jonge talenten een kans moet geven. En niet een beetje op de halfslachtige manier zoals hij de voorbije interlandbreek dat gedaan heeft, maar laat zo eens een Onana 90 minuten staan, inderdaad. Wim, akkoord? Ja, hij lijkt mij zo wat een mix tussen Fellaini en Witzel als voetballer. Daar teken ik voor. Ja, zo zie ik hem een beetje. Hij kan ook als een soort breekijzer gebruikt worden op momenten dat je nog iets moet gaan forceren, wat Fellaini ook kon. En terzelfde tijd kon Fellaini ook defensieve middenvelder spelen, want zo was die ook begonnen. Uiteindelijk is die vooral in de nationale ploeg wat hoger gaan spelen om de zaken te forceren. En met zijn 1,95 is hij heel erg kopbalsterk en kan je hem daar ook wel brengen. Om natuurlijk, want Witzel is zo, die gaat blijkbaar niet verlengen bij Dortmund. Ja, hij zat nu ook weer 90 minuten op de bank. Dus dat is ook, ik kan niet zeggen einde verhaal aan het worden, maar daar moet ook toch wel bij de nationale ploeg iemand anders komen. En hij lijkt mij een geknipt figuur om zeker, zoals Michael zegt, een keer te proberen. Nog even over de wedstrijd zelf. Je gaat er dus naartoe. Lille heeft genoeg aan een gelijkspel. Gaat dat lukken? Beide zijn niet goed bezig in nationale competities. Wolfsburg 3-0 verloren. 3-0 weer. 1-9. 1 wedstrijd gewonnen van de laatste 5. 3 keer verloren na elkaar. Oké, zat ook wel Champions League en Dortmund tussen. Niet onderschatten. Lille, dat een ongelooflijk tegenvallend seizoen heeft. Alleen Jonathan David haalt daar zijn gebruikelijke niveau. Dat viel ook wel een beetje te verwachten. Dat ze een toeslag zeker. Maar ze staan wel aan de leiding in deze groep. Ja. Een groep. Een spannende groep, maar het was geen sexy groep. Hè. Maar 1 en 2 gaan wel doorgaan. Salzburg en Sevilla op voorhand leken voor mij de kanshebbers. Maar die gaan beide niet doorgaan. Dus het is ofwel Lille ofwel Wolfsburg dat daar nog bij komt bij een van die twee. We gaan het volgen. Jij van in het stadion, wij vanuit Brussel. En ook aandacht natuurlijk voor de vele Belgen bij Wolfsburg. Metja is wel geschorst bij Wolfsburg, dus dat is toch wel een belangrijke speler, dat weten we. Dat is een probleem. Ja. Goed, we zijn er bijna. We gaan nog heel even in onze glazen bol kijken. Pixprono. Ja, want op prono.pix.be kunt u weet het intussen uw voorspellingen doorgeven wie wint van wie. De komende dagen mooie prijzen te winnen. En Michael, jij bent de man van de hot takes. Dus dit is iets voor jou. Ik ben er al mee begonnen, met Barcelona kansen toe te dichten in de Allianz Arena. Laat ons misschien twee wedstrijden eruit pikken. Real Madrid-Inter? Gewoon de uitslag, wat jij denkt. 2-2. 2-2, dus dan is Real Madrid groepswinnaar, Wim. 1-2, ik denk... Interwind. Ja, Interwind, ja. Alright, dat is gedurfd. En Milan-Liverpool tot slot, want ook dat is toch een fijne affiche. Ja, maar het is altijd weer afwachten. Welke Liverpool? Ja, tuurlijk. Milan 1-0. Ik sluit me daarbij aan. Right. Terwijl en gaan ze door Liverpool, nog, Milan? Als ze winnen wel, hè. Als ze winnen, sowieso. Moeten we... Ja. Alright, dus Milan gaat nog door. Dat is jullie prognose. Als ze winnen, als Atletico wint... Als Atletico nu moeten we weer gaan rekenen. Nu moeten we weer gaan kijken. Als Porto wint van Atletico en Milan wint van Liverpool, dan gaat Porto door, toch? Hè? Kijk, ik heb hier... Porto. Ja, tuurlijk. Ik heb hier het scenario bij me. Ja, okay. Maar goed, daar gaan we niet van uit. Maar goed. Ja, het zou kunnen. Milan zorgt nog voor een verrassing. Dat onthoud denk ik wel. Alright, man, ik zou zeggen, geniet van alweer een drukke Champions League week. Ook al is het niet samen dit keer, maar dat komt er nog wel aan. We komen elkaar wel tegen in de studio. Ja, morgen. En ik wens u hetzelfde natuurlijk. Geniet van de ontknoping in de Champions League groepsfase. Wij zijn er terug in 2022. Tot dan.